Inke vindt het een heel leuk tasje. Prachtig, maar dit is gewoon echt een heel leuk tasje. Ja. Ze staat nog steeds in Pingjum. Ze staat nu dus nog steeds in Pingjum. Maar ze begint bij Theater aan het Water. Ik sta hier naast Michiel Florissen van Theater aan het Water. En wellicht hebben mensen dat wel eens een keer langs zien komen. Maar hij gaat ons even vertellen hoe het allemaal zit. Michiel, hi, goedemiddag. Leuk je even te spreken. Ja, heel erg leuk dat jullie hier aandacht aan willen besteden. Theater aan het Water, dat is misschien aardig om eerst even te vertellen, is ooit begonnen in Heeg. Dat was een initiatief van in ieder geval Mariska Meijer. Dat is een oud collega van mij. En wij gingen op een gegeven moment samen projecten ondernemen. En toen kwam ook Theater aan het Water weer voorbij. Zei, ja, dat was eigenlijk een heel mooi initiatief. Ja. En toen hebben wij in coronatijd gezegd, als we nou eens de maandagavonden gaan inruimen, dat is voor artiesten interessant, dat is voor je publiek interessant en voor de horeca interessant. Ja. Want dat zijn stille avonden. En dan kan iedereen misschien toch nog even wat optreden. Misschien nog net eventjes dat kleine gaatje vullen wat overblijft door de corona. En zo is het eigenlijk begonnen. En zo zijn we vorig jaar begonnen met het programmeren van voorstellingen. Nou, dat was natuurlijk met nog allemaal gedoe met corona en afzeggen en dingen. Precies. Maar dit jaar lijkt het er toch op dat we gewoon een normaal seizoen kunnen gaan maken. Ja. Dus we hebben dat naar Sneek gehaald, naar lokaal 55. Want daar staan we. Nou, precies. Een hele leuke locatie hier ook. Ja. Hè? Ja, aan het water. Ja. Precies wat je nodig hebt. Locatie aan het water. Ja. Theater aan het water. Ja. En hier programmeren wij eigenlijk twee maandagen per maand. De ene laatste maandag is altijd een voorstelling. En dat is een voorstelling waarbij je bij voorkeur ook eerst even gaat eten. En dan de voorstelling gaat bezoeken. Dat is het leukste. En dat heeft ook het leukste effect. En dan krijg je echt een volledig dan ben je echt avondje uit. Echt even een avondje uit. Het is natuurlijk duurder dan gewoon alleen een kaartje. Maar de hele atmosfeer is leuk. Precies. Omdat het 100 man zijn. Je bent gewoon betrokken en je bent dicht bij je voorstelling. Dus dat is leuk. En de laatste maandag, en dat is nieuw, hebben we nu het initiatief genomen om samen met Lewinsky, Podium Lewinsky en Theater Sneek, een open podium te gaan organiseren. Dat gaat heten Iep en Wetter. Open water. Iep en Wetter. Iep en Wetter. Open water. En dat is elke laatste maanden van de maand is het eigenlijk voor iedereen die maar wil. Die kan gewoon een kwartier komen optreden. En of je nou blokfluit speelt of heel goed kleren kan vouwen en dat aan iedereen wil laten zien. Het maakt ons niet uit. Wauw. Kom maar langs. En je krijgt een kwartier en that's it. Oké. Okay. En dan een kwartier zetten we de microfoon ook gewoon uit. Dan is het gewoon klaar. Dan is het klaar. Volgende. Volgende. Dat is wel een hele unieke manier van... Nou, in ieder geval voor Friesland, denk ik. Uniek. Ja, misschien dat het in Leeuwarden bij de Harmonie ooit is gebeurd. Dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Maar ik heb het hier nog niet gezien. Nee, daarom. Ja. Maar ik ben opgegroeid in Amsterdam en daar hadden we het wel. Dat klinkt super stom. Maar daar was dat vroeger. Ja. De Engelenbak. Ja. Had ook ergens anders kunnen zijn. Had ook in Leeuwarden kunnen zijn. Maar daar was, gewoon de Engelenbak. En dan had je op dinsdagavond had je de open bak. Ja, en daar kwam inderdaad iemand triangel spelen. Maar daar staat ook Joep van het Hek wel eens zijn leesvoorstellingetje. Toen even een kwartiertje grappen uit te proberen. Nou is dat wel heel lang geleden. Maar dat gebeurde wel. Maar dat is natuurlijk wel een leuke mogelijkheid om, als je publiek zoekt om iets te gaan ondernemen. Ja, het is en leuk en het is voor mensen toch leuk om een keer voor publiek te staan. Mensen kunnen bij ons ook nog kennis maken met Theater aan het Water. Het is ook gewoon leuk en dat heeft het theater in Sneek en Lewinsky hebben gezegd, nou, dat vinden we leuk en dat gaan we rouleren. Dus de ene maandag, de eerste in juni, die is gewoon in lokaal 55. En in juni heb je het over de laatste maandag van juni? Laatste maandag van juni, 27 juni, dat is de eerste open bak. Heel belangrijk Michiel, 27 juni. Dat is de eerste. Okay. En dan elke laatste maandag van de maand. Ja. En dan is de volgende, ik meen bij Lewinsky en dan bij theater. Het kan zijn misschien, maar dat is echt terug te vinden straks. Ja. En dan rouleert het. Dus dat gaat de ene keer lokaal 55, dan bij Lewinsky en dan bij theater. Mooi. Dus, En Theater aan het Water, wat is het eerstvolgende optreden wat daar De eerste, die is helaas uitverkocht, dat is Milo Berlijn. Ja. Dat is een wat meer coaching-achtig, dat is een meer inhoudelijk programma, een beetje corporate-achtig. Ja. Die is aanstaande maandag en dan hebben we de eerstvolgende, is op 20 juni. Ja. Mini-concert van Petra Berger, maar daar zijn alleen nog maar kaartjes voor. De middag, de avond is al uitverkocht. Ook heel belangrijk, middagkaartjes. Alleen nog maar Petra voor de middag. Berger. Ja. En dan weet ik het niet uit mijn hoofd, dan volgens mij Bas Grevelink in juli.
Nou, en dan komt er nog een aantal. Ja. En er zitten namens Karin Bloemen en Iris Kroes zitten er weer bij dit jaar. Want die hebben vorig jaar zo leuk gehad. Ja, en het was precies. Echt, dat komt nog maar een keer terug in niet-coronatijd. Ja, dus dat is dit fantastisch. Jaar. Ja. Maar goed, we spreken jou later ook vast nog wel weer een keer. Nou, heel graag. Met een leuke update. Ja. Nou ja, heel erg veel succes. Misschien is het ook leuk om, om een keertje langs te komen bij de Open Podium. Nou, hartstikke goed. Ja, wie weet. Ja. We gaan het vast wel doen. In ieder geval komen, ja. Ja. Dankjewel Michiel voor deze informatie. En succes nogmaals. Heel graag, dankjewel. Oké, dag. Dankjewel, dag. Ik sta hier in Pingjum en ik heb zometeen een gesprekje met een aantal mensen van de organisatie van de Kunstkuierroute en het Mini Ipenloftspul. Er staat hier van alles te gebeuren vanaf 10 juni, dat is even een belangrijke datum. En moet je eens even gaan kijken wat daar nou allemaal staat voor prachtigs, kunstwerken. Hallo! 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 Wat? Ik zie hier echt prachtige jurken en jij bent ook in een mooi gewaad. Ja. Ik heb even een opbergzak van de stoelkussens gemald. En omgeturnd tot een jas met afval erin verwerkt. Ja, prachtig. Ja. En wat heb je in je hand? Dat is een muziekstok. Ja. En die gebruiken we in het theaterstuk. Ja. We hebben dus ook muziekinstrumenten van afval, zeg maar. Ja, van allerlei materialen en zo. Ja. Mini Ipenloft. Wat is het? Ja, het is een beetje een gek, ook leuk stuk met waarover nagedacht moet worden. Oké. En met een open einde, dus dat is nog het leukst. Ja. en ik denk dat Stefan daar heel veel over kan vertellen, want die heeft het geschreven. Oké, nou dan gaan we zo eens even. Ja. Ik wil eerst eventjes jullie van dichtbij bekijken, want ik zie echt fantastische verpakkingen. Maar dit is ook van dat verpakkingsmateriaal, bubbeltjesplastic. En daar is gewoon een hele mooie jurk van gemaakt. En zeker de jurk heeft nog ook een tweede leven. Want 4 jaar terug hebben we ook gewerkt met afvaljurken voor het mooie, voor buitenlopen. En een catwalk hadden we toen. Maar deze dame die toen deze jurk droeg, was 4 jaar jonger en die paste er dus niet meer in. Die was een beetje groter gegroeid. Van 15 tot 20, hè? Dat gaat snel. Ja. En hebben we hem op deze manier groter gemaakt en langer, een beetje langer. Ja. En een beetje opgefleurd, want toen was hij helemaal wit. Ja. En hier aan deze kant, dit vind ik ook heel, heel creatief. Dit zijn van die medicijnen. Medicijnbekertjes. Ja, hallo. Klopt. Hallo. Hey. Ja, dat zijn inderdaad medicijnbekertjes. Die waren niet goed. En die zijn dus kwamen bij het afval. En ik denk, daar ga ik iets leuks van maken. En de rietjes die er allemaal tussenin zitten, die mogen tegenwoordig ook niet meer. Het zijn tegenwoordig ook papieren rietjes. Dit waren denk ik nog de laatste. Ja. En die heb ik daarvoor gebruikt. Ook om, prachtig. Ja, echt van afval. Ja. Wat mooi. Ja. En hier. Dit is weer heel wat anders. Dat is inderdaad ook in het vorige project van afval. Hier zijn allemaal plastic zakken. Daar heb ik zelf een weefgetouw gemaakt. En daarin dus allemaal plastic zakken in. En dat is ook hier met dat tasje zo gezien. Prachtig. Maar dit is gewoon echt een heel leuk tasje. Ja, kijken. Daar kun je dus echt hele leuke dingen mee maken. Ja. En verder gewoon de rok van allemaal gebruikte plastic tassen. Ja. Ja. En daar een leuke hoed bij natuurlijk. Nou ben ik ook vooral benieuwd de betekenis van deze kleding. Hè? Want jullie hebben dit samen gemaakt. Misschien, kom er even bij staan hier. Misschien is het wel leuk. Jullie zijn de ontwerpers en de makers van de kostuums van een Ipenloft. Ja, klopt. En wat is het voor betekenis? Hè? Het is natuurlijk recycled. We zijn in het stuk zijn we plaaggeesten. Dus we zijn op een gegeven moment heel triest en gedragen. We hebben ook gedragen muziek en we lopen heel gedragen. En aan het eind bouwen we er een feestje van. Want het is een beetje een dubbele betekenis, dit stuk. Het gaat over iemand die misschien omgekomen is en die aan het klimaat doet. En mensen die het er wel en niet mee eens zijn. En daar krijg je dus ook wroeging en wrijving. En dat komt allemaal in het stuk voor. Oké. Okay. En dus dat moet ook de kleding weer uitbeelden. Dus we hebben ook een hele zwarte dame met allemaal afval. Ja. En die speelt een beetje Een beetje stevig. Stevig. Ja. Dus
En de muziek speelt ook best wel een rol, hè? De geluiden meer. Ja. Ja. Oké. Okay. En nou ja, dit hebben jullie allemaal ontworpen en het komt ook uit vorige voorstellingen, begrijp ik. Ja. En hoe lang zijn jullie hiermee bezig? Nou, met die bekertjes, daar ben ik echt heel lang mee bezig. Ja? Dat was echt rijgen, knippen, boren. Daar zijn heel veel uurtjes. Ja. Maar ja, je moet ook zien dat het gewoon, leuk bezig is. Of gewoon dat het heel leuk... Het is gewoon leuk om te doen. Om het te doen, ja, ja, precies. Ja, precies. Geen straf. Nee, en dat is met dat stuk ook zo. Ja, het is gewoon inderdaad leuk, bezig zijn. Leuk knutselen, leuk ontwerpen. En uiteindelijk wat mooi, het dan hoor. Wordt. Ja. En hoeveel spelers zitten erin eigenlijk? 7 plaaggeesten, toch? Ja, 7 plaaggeesten. Ze zijn er niet elke uitvoering bij, maar minimaal 5 in ieder geval. En iedereen heeft een soort van... Een jurk. Ja, ja zeker. Of een pak. Er is ook een man bij, met een mooi pak. Leuk. Ja. Wauw. Ja, dus, ontzettend, ontzettend benieuwd ook. Hè? Vanaf 10 juni wordt er gespeeld. En details vinden we allemaal wel terug op de site. Ja. Nou, ontzettend veel succes. Ja, dankjewel. En misschien volgen er wel opdrachten uit. Naar aanleiding van die voorstelling. Mensen zeggen, ik wil ook zo'n jurk of zo. Ik heb een gala en ik wil... Het zou kunnen. Ja, je weet het niet. Nee, je dankjewel. Het niet. Dankjewel. Ja, oké, graag gedaan. Ik sta naast Stefan Belderbos uit Pinjum. En die, uit Witmarsum. Hij komt eigenlijk uit Witmarsum, maar we staan nu dus nog steeds in Pinjum. Nou, er is van alles te doen hier vanaf 10 juni. En daar gaat hij me ook heel veel over vertellen. Nou Stefan, leuk je even te spreken. Oké, okay, Pinjum. Wat gaan we doen? We gaan meteen even lopen. Ja, we lopen nu naar het Schelpenpad. Dat is een wandelpad net buiten het dorp. En daar begint de kunstkuier XL, zoals we hem hebben genoemd. De kunstkuier XL. Wat extra leuk. Extra large. Extra large, ja. Want we organiseren al vaker buitenexposities. Maar in ons 25-jarig bestaan is dit wel werkelijk de allergrootste die we ooit hebben gedaan. Oh, echt? Wat leuk. Jij hebt natuurlijk ook een poosje stilgestaan, hè? Met de coronatijd en zo. Ja, maar in de coronatijd waren we de eerste die een kunstkuier organiseerden. Oh. Toen eigenlijk alles nog op slot zat, hadden wij al gedacht van, nou ja, wat kan je dan wel doen als er corona is? Ja. Dus toen hebben we het idee van de kunstkuier bedacht. Ja, nou, goeie. En dat was eigenlijk de eerste... Ja, met veel moeite kregen we het gedaan. Maar het eerste culturele evenement volgens mij in Friesland. De kortste weg, Stefan. De kortste weg. Ik denk dat toch zo is. We gaan zo, kom. Oké. Ja, dat is kunstkuier XL. En wanneer is het mogelijk om die te bezoeken, om die te wandelen? Vanaf deze zaterdag. We hebben hem nu net opgebouwd. Gisteren hebben we alle borden neergezet. Met heel veel hulp vanuit het dorp en van de kunstenaars. Ja. Want het was een enorm werk. Want het waren 30 grote frames die in de grond geboord moesten worden. Ja. En nu heeft het net geregend. Maar tot die tijd was er geen drup gevallen. Droog. Dus die klei was echt keihard. Ja. Hoe lang is de route? De route is... zeg maar, de route waar de kunstwerken staan is 1,5 kilometer. Oké. Okay. En we zetten nog informatieborden neer voor zaterdag. Ja. Zodat je, even kijken, dat je eigenlijk de wandeling nog kan uitbreiden. Want het is hier een prachtig wandelgebied. Je kan via de Pinjum en Gulden Halsband kan je lopen. Ja. Een hele oude middeleeuwse dijk. En je kan vanaf hier naar de Zeedijk wandelen. Ja. Trouwens ook fietsen hoor. Want vorig jaar hebben ook heel veel mensen gewoon met de fiets in de hand een klein stukje gedaan. En zijn nu verder gaan fietsen. Ja. Dus het is eigenlijk een mooie plek om te beginnen met wandelen en fietsen. En eerst even wat cultuur te snuiven. Ja. Kunnen mensen dit de hele zomer doen ook? Een maand lang. Een maand lang. Oké. Okay. Met eigenlijk als klap op de vuurpijl. Hebben we het laatste weekend, dus dat is 19 en 20 juni. Ja. Dan zijn hier in Pinjum overal ateliers en exposities open. Oh. Veel kunstenaars die meedoen met de kunstroute, die exposeren bijvoorbeeld hier in de Victoriuskerk, die net is opgeknapt. Ja. Maar ook op andere plaatsen in het dorp. Er is een kinderfestival met allerlei workshops voor kinderen, waar je gewoon gratis naartoe kan en je kan gewoon inlopen. Ja. En daar zijn workshops met potten draaien op zo'n draaischijf. Ja. Kunst maken van afval, een terugkerend thema. Ja, leuk. Voelstenen maken, spelen in een band.
Oh, bijzonder. Dus dat is allemaal in de Nijetreien hier, net buiten Pinium, in de theetuin. En er zijn muziekoptredens nog in het dorp. Dat wou ik zeggen, vast ook wat muziek. Ja. Ja. Ja, zijn er nog mooie highlights waarvan je denkt, die vind ik leuk? Ja, ik denk een van de kunstenaars is ook muzikant en die speelt in twee bands, twee Friestalige bands. Ja. En die treden allebei op. Die hebben eigenlijk hier in deze buurt nog nauwelijks opgetreden, okay, vertelde hij mij. Ja. Dat is Sigatse. En dat is de Tigus van Greonterp. Oké. Ik spreek zelf heel slecht Fries, dus het zal wel niet goed uitgesproken zijn. Daar luisteren we wel doorheen hoor. Ja. Wat leuk. Die kunstroute, dat is dus één festiviteit, zeg maar. En wat je net vertelt, het festival. Dan is er ook nog het Mini Ipenloft. Ja. Ja. Ja, ja, nou. Dat is... Het is eigenlijk, weet je, heel veel van de ideeën en plannen die zijn ontstaan toen het nog corona was. En we eigenlijk niet wisten, we moeten nu deze kant... Gaat die kant op, ja, oké. Okay. Toen we nog niet wisten wat er mogelijk was. Ja. En ik denk dat we net als veel andere culturele organisaties nog wel oude plannen hadden, nieuwe plannen. Maar kan het dan ene wel, kan het andere niet. Ja. En uiteindelijk doen we nu alles. Ja, dat is, we doen veel meer dan we ooit hebben gedaan. Ja. Maar het Mini Ipenloft spul, vorig jaar toen we de kunstkruien organiseerden, toen hadden we zoiets van, het is hartstikke leuk, het is een hartstikke mooie wandeling, ja. Maar we misten de muziek en het theater, wat normaal altijd bij het festival ook hoort. Ja. Het festival dachten we nog steeds, dat kan je niet organiseren, maar toen hadden we zoiets van, wat kan je dan wel doen, dat je toch die muziek en het theater wat meer... Ja, nee, dat erbij betrekt. De kunstkuien betrekt. Ja. En dat is dus, ik heb toen, ik heb al eerder voor twee theatervoorstellingen geschreven. Namelijk Kerk van Klei in Witmarsum en het Ipenloftspul Dijk vol Dromen hier op de Pinium Halswand in Pinium. Ja. En toen heb ik gedacht van misschien kan ik een kort stuk schrijven. Zodat je en een stuk van de kunstkuier meeneemt. Ja. Maar dat je ook nog tijd over hebt om daarna nog even over die kunstkuien te gaan lopen. En daarom is het een mini Ipenloftspul geworden. Mooi. Met een stuk wat drie kwartier duurt. En waar gaat het over? De titel is Het einde van de klimaatactivist. Ja. En eigenlijk gaat het gaat over een klimaatactivist, Wim Biersma uit Pinium. Die niet hele radicale dingen doet, maar... eigenlijk dingen die iedereen ook wel, waar iedereen het volgens mij wel mee eens is. Van geen afval op straat gooien. Of en als je het afval dan hebt, proberen te recyclen. Nou, dat zijn die jurken natuurlijk al een prachtig voorbeeld van. Ga bewust om met je spullen. Ja. En een van de kunstwerken die ook een rol speelt in de voorstelling. En ook onderdeel is van de kunstkuier. Die is bijvoorbeeld gemaakt van allerlei mondkapjes. Die de kunstenaar afgelopen maanden, toen de corona nog was, allemaal van de straat heeft geraapt. Bijzonder, ja. Dus dat, thema afval komt op die manier vaak voor. Ja. En de klimaatactivist is omgekomen op het moment dat de voorstelling speelt. En zijn broer en zus... die vertellen eigenlijk een beetje over de acties die hij heeft uitgevoerd. En wat hij allemaal heeft gedaan, hoe zijn leven was. Ja. Nou, het was een markant figuur, dat moet natuurlijk bij zo'n voorstelling. Ja, ja, ja. Maar die acties hebben ook een bepaalde... Ja, hier is het begin van de kunstkuier. Nou, lopen we even naar het eerste, het eerste bord. Het is hier inderdaad ook heel mooi, heel vredig. Ja, het is een prachtige plek voor, met veel wilde bloemen. Ja. En wild ingezaaid wild. Ja. Ja, precies. Ja, heel mooi. Maar dit schelpenpaadje is een eerste stuk van de route, zeg maar. Hier begint het? Is het ook echt begin, bedoel ik? Dit is eigenlijk, je kan de route van twee kanten af lopen. Okay, je kan ook helemaal aan de andere kant vanaf de bietenplaats lopen. Ja. Maar dit is wel echt het begin van... hier komt er nog een bord staan met informatie en met de wandelroutes. Okay, dat mensen precies weten van hoe het gaat lopen en wat ze tegen kunnen komen. Ja. Leuk.
Ja, het thema van de kunstkuier is, en van eigenlijk alle activiteiten, is laat het los. En dat is eigenlijk ook bedacht weer in die coronatijd natuurlijk. Ja. Van iedereen was die, waren die, ja, mensen waar die maatregelen zat, ja. Hè, waar je aan moest houden. Ja. Hadden ze iets, ach, kan dat niet eens weg? Kan dat, hè, ja. Laat het los. Ja, hou op. En, ja. Maar uiteindelijk... Ja, zie je dat het veel diverser is geworden. Ja. Dat sommige, ik vind dat bijvoorbeeld ook van Nienke Brandsma een prachtig voorbeeld ervan. Van een kunstwerk waar juist het voordat je los kon laten. Dat iemand juist krampachtig vasthoudt. Dus eigenlijk op het moment voordat je loslaat. Ja. En anderen zoomen juist weer in op het moment nadat je loslaat. Ja. Ja, op de bevrijding en de rust en de openheid en de nieuwe mogelijkheden die Precies. dat dan met zich meeneemt. Ja. Nog heel eventjes, wanneer start alles, het hele gebeuren? Heb je even de datum? Het start op zaterdag 21 mei. 21 mei.